toen ik binnenkwam bij Belinda en Johan in Den Haag, toen viel het me op dat het een hele fijne ruimte is. Een wat ouder huis met veel oude details en niches en niet alles recht toe recht aan zoals in een nieuwbouwhuis. En eigenlijk hou ik daar stiekem wel van. Bij het oude huis hoorde eigenlijk ook een oude vloer. Eigenlijk een hele oude klassieke vloer die je vroeger veel in dit soort huizen zag. Maar wel een beetje gedateerd. En Belinda wilde heel graag een lichte vloer, een gladde vloer. Dus ik ben gaan zoeken naar een lichte vloer voor ze die niet te veel structuur heeft. Maar toch een klein beetje een houtnerf erin heeft. Dat de vloer nu lichter is geworden, is heel fijn voor de ruimte. Omdat de kleuren heel goed passen bij een lichte vloer. Het geeft ook een veel lichter geheel dan eigenlijk de bruin, een beetje roodbruinige tint die er lag. Ik heb bij dit huis behoorlijk veel tinten blauw gebruikt. Ik ben uitgegaan van een kleur blauw op de muur die ik aan de kant van de tv-kast ook door heb laten lopen in de tv-kast, zodat het daar mooi een geheel vormt. Verder loopt deze kleur door op de schouw en naar de eetkamerhoek. En de schouw heb ik een extra accent gegeven met een iets donkerdere tint blauw, zodat het iets minder een groot geheel wordt, zodat het lekker breekt in de kamer. Aan de andere kant van de kamermuur zat ook nog een klein nisje, een iets ondieper nisje. En zo'n nisje vraagt eigenlijk altijd heel goed om een stukje te behangen. Dan heb je eigenlijk al een kader en in dat kader is het mooi om dan een accent te geven. En dat hebben we in dit geval met behang gedaan. Ze hadden in dit huis nog niet een heel goed lichtplan. Ik heb gekeken waar ze het licht nodig hadden en wat we als functioneel en sfeerlicht konden gebruiken. Ik heb gezorgd dat er bij de bank een goede leeslamp komt die ook als sfeerlamp kan dienen. Boven de tafel hebben ze hun eigen lamp gehouden, wat in principe heel goed kan boven een tafel, zo'n booglamp. De kast in de eetkamer aan de eettafelkant is een kast met lades, op maat gemaakt. Er zitten lades in en de bovenkant van de kast met een kussentje erop dient even als bankje. Ik heb in dit huis heel erg gewerkt met verschillende tinten blauw. Mensen vinden dat vaak spannend om diverse tinten van één kleur eigenlijk bij elkaar te gebruiken. Maar als ze uit dezelfde kleurfamilie komen en dezelfde hoeveelheid groen of geel in blauw zit, dan kun je heel goed kleuren combineren.